Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Vanaf vanochtend zaten we echt in de warme lucht. Gisteren werd het op enkele plekken ook al zomerswarm. En dat hebben we al te danken aan een warmtefront dat ten noorden van ons land ligt. Op de satellietbeelden zien we niet heel veel meer van dat warmtefront terug, omdat het helemaal van betekenis is afgenomen. Maar de echte tropische lucht die zit echt ten zuiden van ons land. En de voorste begrenzing van die tropische luchten daarop bevinden zich een aantal buien. En die buien hebben zich vanmorgen boven Noord-Frankrijk ontwikkeld. En liggen momenteel boven een deel van België, het zuidwesten van Nederland. En bereiken binnenkort het zuidoosten van Nederland. Dat zijn die dikke plukken op de satellietbeelden Ik zal ze eventjes intekenen. De warme lucht. Het is geen echt warmtefront wat er ligt, maar wel een voorste begrenzing van echt hete lucht. Met daarachter dus tropische temperaturen. Want in delen van Frankrijk is de temperatuur gewoon opgelopen naar ruim 30 graden. Die buien die trekken dan geleidelijk aan richting het noordoosten. Ook boven de Noordzee zitten een aantal buien die uiteindelijk misschien de kop van Noord-Holland later vanmiddag of in het begin van de avond gaan bereiken. Dan volgt er nog een volgende storing vanuit Engeland. Die ligt boven, momenteel boven het centraal deel van Engeland en is momenteel nog helemaal niet zo actief. Maar in de loop van de middag en dan gaat de storing steeds verder richting het oosten en bereikt zo in het begin van de avond onze westkust. En wanneer dat samenvalt met de tropische luchtmassa net ten zuiden van het soort van warmtefrontje wat ik net heb ingetekend. Dan kan het nog wel eens flink tekeer gaan met een aantal buien. Met name in het zuiden van het land, want daar verwacht ik de zwaarste exemplaren. Als ik eventjes ga inzoomen naar de Benelux, dan is te zien dat die buien dus met name boven midden België momenteel actief zijn. Daar de dikste witte plukken, boven de Noordzee ook een aantal flinke wolken. Daaruit valt ook behoorlijk wat neerslag moet ik zeggen. Onweer actief zijn ze nog niet echt, want de buien moeten zich nog wat ontwikkelen. In het noordoosten van het land, daar vinden, bevinden zich een aantal stapelwolken. Daar is het net, genoeg voor de, net warm genoeg voor de vorming van een paar stapelwolkjes. Ik verwacht niet dat deze gaan uitgroeien tot een bui. Maar ze belemmeren natuurlijk wel de zonneschijn. Even terugkijken naar de radar van de afgelopen uren. Het is te zien dat boven het noordwesten van Frankrijk de buien tot ontwikkeling kwamen. Daarbij zat toch ook behoorlijk wat onweer in het einde van de nacht en in het begin van de ochtend. Die buien trokken dan geleidelijk richting het noorden, sputten er wat. Dat hebben we allemaal te danken aan een inversie. Dat is een soort van dikke deksel onder in de atmosfeer die de buienvorming enigszins tegengaat. En op het moment dat de buien wat meer de warme lucht inlopen, dus richting het zuiden van Limburg, dan is te zien dat ze weer ietsjes meer gaan activeren. En mijn verwachting is eigenlijk dat dit buiengebied wat hier ligt, geleidelijk aan steeds verder Duitsland in zal gaan trekken en naarmate Duitsland intrekt ook steeds actiever wordt. Ook de buien boven de Noordzee worden steeds actiever en die trekken waarschijnlijk richting de kop van Noord-Holland en schampen misschien ook nog de Waddeneilanden. Wat interessanter is, en daar moet ik eventjes voor terug naar het satellietbeeld, dat zijn de opklaringen in het westen van Frankrijk en in het zuiden van Engeland. In die opklaring is de temperatuur inmiddels alweer opgelopen tot ruim 30 graden en die lucht is ook nog eens erg vochtig. Als je goed kijkt op de satellietbeelden, dan is hier een zwakke lijn te zien. Dat is de storing die dan vanavond het westen van ons land bereikt. En wanneer die storing dus uiteindelijk boven die hele warme en vochtige lucht uitkomt, kunnen daar dus opnieuw een aantal regen- en onmisbuien gaan ontstaan. Nou, dit kunnen echt flinke jongens zijn, met vooral in de zuidelijke helft van het land de kans op windstoten van 75 km per uur. Heel lokaal misschien iets meer, hagelstenen en op sommige plekken ook veel neerslag in korte tijd. Nou, die buien trekken dan in de loop van de avond en in de nacht verder naar het oosten weg. En zullen uiteindelijk morgen in de loop van de dag Centraal- en Zuid-Duitsland aan gaan doen. Als ik dat in de modelverwachting en animatie zet dan ziet het er zo uit. Dus overdag eerst die buien, dan s'nachts een nieuwe golf met buien die dan morgen uiteindelijk in Centraal- en Zuid-Duitsland actief zullen zijn. Morgen kan er dan nog wel een enkel buitje vallen uiteindelijk. En ook in het weekend is er nog een kans op een enkele bui. Wordt het ook minder warm, waar het vandaag in het Zuidoosten nog 29 graden kan worden, zal het de komende dagen niet heel veel warmer meer worden dan 25 graden in het binnenland. Eventjes vooruitblikken naar morgen. Morgen dus in de ochtend nog misschien een enkele bui met onweer in het zuidoosten en oosten. Die buien trekken dan al vrij vroeg in de ochtend Duitsland in en dan zijn we van het grootste onweerrisico af. De wind is dan inmiddels naar het noordwesten gedraaid en daarmee komt koele lucht vanaf zee steeds verder het land op. In de kustprovincies wordt het niet heel veel warmer dan 22 of 23 graden, maar wat verder landinwaarts wordt het gewoon zomers warm met 25 tot lokaal nog 28 graden in Limburg. Misschien dat er dan nog een enkel regenbuitje tot ontwikkeling komt, maar heel veel stelt het allemaal niet meer voor. De komende dagen blijft het dan licht wisselvallig. Zaterdag in het zuidoosten nog zomers warm, zondag misschien ook. Zondag gaat het in de loop van de avond vanuit het, zuid, vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen wel regenen. En dat kan ook behoorlijk wat regen zijn, want maandag belooft een behoorlijk natte dag te worden. Temperaturen alsnog rond 20 graden, maar het zal dan zeker in de ochtend nog enige tijd gaan regenen. Dat kan ik het best op deze grafiek laten zien. Want begin volgende week kijkt die bult in de neerslag. Een flink natte periode, misschien maandag en dinsdag. Vanaf woensdag dan wordt het weer ietsjes beter. Aan de temperatuur zullen we dat nog niet gaan merken. Maar het zal ook niet helemaal droog blijven, want de neerslagkansen blijven gewoon aanwezig. Pak ik de temperatuur erbij, dan is vandaag toch een behoorlijke uitschieter in het midden van het land. Op veel plaatsen zomerswarm. Ook zaterdag en zondag regionaal nog zomerswarm. Maar vanaf maandag doet het kwik een stapje terug. En komen we niet heel veel meer boven de 20 graden uit wel een groot verschil in temperatuur tussen dag en nacht. Dat betekent dat er genoeg ruimte is voor de zon. Dus de neerslag die valt, die zal vrij buiig van karakter zijn. Maandag en dinsdag dan verwacht ik eerder gezegd niet heel veel zon, met name op de maandag niet, want dan kan het vooral in het binnenland enige tijd regenen. Voorlopig ziet het er ook nog niet naar uit dat de zomers weer terugkeert, maar aan het eind van de verwachting dan zit er wel een licht stijgende trend in en misschien dat dan een keer de zomerse warmte weer terugkeert. Het is natuurlijk erg onzeker, maar we moeten er waarschijnlijk weer eventjes op gaan wachten. Mijn naam is Wilfred Jansen van weerplaza.nl